We hebben het nodig gevonden om een regeringsvergadering bij elkaar te roepen. Omdat we weer kort zitten voor de jaarrede. En we moesten de minister attenderen dat binnen de contouren van ons vijfjarenplan we naar het derde jaar gaan. En dat zij dus concreet moeten aangeven wat het jaarplan voor 2018 inhoudt. Gezien de tijd moeten ze de zaken voor rond 1 september inleveren. Een andere mededeling was dat er een aantal besluiten genomen door de regeringsvergadering, zeg wel voor december van dit jaar, nog steeds van vorig jaar nog steeds niet zijn uitgevoerd. En dat wij samen met de DNA toch willen kijken naar de uitvoering, omdat er politieke complicaties mogelijk geweest kunnen zijn. Het zijn voornamelijk maatregelen die te maken hebben met inkomstenverhogende situaties. Waarbij we natuurlijk ervoor moeten waken dat de minst bedeelden getroffen worden daardoor. We hopen dus zaterdag om 12 uur een gesprek met de coalitie te hebben en de regering. En dan al deze missie veel boven water te halen. Een derde zaak is dat ik een mededeling gedaan heb voor mijn jaarlijkse check-up in Cuba. Het is nu ruim 2 jaar dat ik de check-up niet heb gehad. En ik ben daar in het systeem. Ik moet dus voor de medische check-up naar Cuba. En ik wil daaraan een weekje vakantie koppelen. De zaak wordt overgenomen door de vicepresident conform de wet. En die mededeling moest ik dus doen aan de mensen dat er verder geen... om allerlei rumors te voorkomen. Ik kon moeilijk natuurlijk in zwembroek daar verschijnen, want dan hoor ik op een nier van Abrahams de meest wilde verhalen, maar we zijn kampioen in het vertellen van verhalen. Alleen wanneer de zaken zijn ontzenuwd, hebben we nu de grootheid om aan te geven dat we stout zijn geweest om zaken verkeerd aan de gemeenschap door te geven. Dus de familie gaat ook mee voor en natuurlijk onze artsen. En tegelijkertijd kijken naar de afspraken die er zijn tussen het staatsziekenfonds en de regeling met de Cubaanse autoriteiten met betrekking tot het uitzenden van speciale patiënten van ons die daar mogelijk behandeld gaan worden. Er gaat ook 1 jongeman mee voor nakijken van zijn knie. Voor de rest was dat de belangrijkste zaak van de mededelingen.